Waarom is het tegenwoordig maar normaal dat we 100.000 dingen tegelijk doen? Hoe komt het nou dat zoveel twintigers tegen een burn-out aanlopen? En wat heeft social media hier precies mee te maken? In deze aflevering van Kopzorgen gaan we dat uitzoeken. Je studententijd is de mooiste tijd van je leven. Dat horen we maar al te vaak. Maar toch hebben we als jongere generatie heel wat om mee te dealen. En sommige dingen leer je niet op school. Daarom maken wij in deze podcast bespreekbaar waar jij last van hebt. We steken de koppen bij elkaar, geven tips met gasten en jullie kunnen zelf vragen insturen. Welkom en wat leuk dat je luistert naar Kopzorgen de podcast. Ja, we zijn weer begonnen. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Kopzorgen. Ik ben jullie host, Michelle. En deze keer hebben we niet alleen geluid, maar ook beeld. We zitten voor de eerste keer in de tv-studio in plaats van de radiostudio. Wat leuk dat jullie ons kunnen zien. Wat leuk als je meekijkt. En nieuw seizoen, nieuwe thema's, nieuwe gasten. Maar vandaag gaan we het hebben over altijd aanstaan. En daarom zit Lianne Keeming tegenover mij. Goedemorgen. Hi. Lianne is binnen zelfhulp in Nederland een van de eerste bloggers en in ieder geval de eerste vrouw. Schrijfster van de boeken Je moet bijna niks en dingen anders doen. Studentendecaan bij de Hogeschool van Rotterdam. Yes. Maar ook mijn persoonlijke held. Ja, dat is oprecht. Dus jouw boek heeft mij in 2018 echt uit een hoop shit getrokken. Oh, wat fijn. Ja, dat is. Dus daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Maar ik ben vereerd dat je tegenover me zit. Ook een klein beetje zenuwachtig, moet ik eerlijk toegeven. Ja, dat is echt nergens voor nodig. Superleuk dat je me hebt uitgenodigd. Ja. Superleuk dat ik hier mag zijn. Ik ben heel blij dat je er bent. We beginnen eigenlijk altijd met een stelling. Mm-hmm. En deze hebben we ook op onze poll op Instagram gezet. Dat is overigens @HVA Campus Creators. En de stelling van vandaag is: ik zet mijn telefoon vaak uit. Hoe zit dat bij jou? Ja, eens. Vaak is dan natuurlijk weer een lastige, want hoe vaak doe je dat? Mijn telefoon ligt nooit naast me 's nachts op 's avonds, zeg maar. Ik laat mijn telefoon in mijn werkkamer liggen in de oplader. En dan is die dus weg als ik me klaar ga maken voor bed en ga lezen en ga slapen. Maar ook op het moment dat ik bijvoorbeeld moet schrijven, ergens aan moet werken. Ik leg hem in een andere kamer. Dan staat hij misschien niet uit. Dan staat hij bij mij vaak op airplane mode, want dan komt er ook even niks binnen. Maar een telefoon, I love my phone, zeg maar, ideaal. Zo handig. Ik zou nooit zonder kunnen. Ik ben ook zeker niet een van de soort van de correspondent artikelen van: ik heb een Nokia genomen en sindsdien is mijn leven veel beter. Ik vind dat wel heel tof als mensen dat doen. Zeker, ik ook. Maar ik word daar helemaal zenuwachtig van, want ik wil gewoon Google Maps thuis bezorgd. En dat ene domme spelletje waar ik dan super verslaafd aan raak één keer in de zoveel tijd. Je moet het wel een beetje aan banden kunnen leggen soms. Ja, dat klopt wel. Want jij bent wel heel actief op social media. Dat klopt, ja. Dus ja. Dan heb je toch een soort van balans daarin gevonden voor jezelf. Van: dit is werk en dit is echt voor de leuk. Ja. Ja, zeker. En ik denk dat, kijk, de ene dag is het natuurlijk wat meer dan de andere dag. Kijk, op het moment dat ik een heel verhaal gepost heb waar heel veel mensen op reageren, dan ben je er natuurlijk wat meer mee bezig. Maar ja, het komt ook gewoon voor dat ik een paar domme fotootjes op Instagram in mijn Insta-story zet en vervolgens gewoon weer andere dingen ga doen. Dus dan valt het qua hoeveel tijd het uiteindelijk kost, valt het op zich wel mee. Ja, het moet ook leuk blijven. Zeker. Ik ben daar denk ik wat minder goed in. Mm-hmm. Ik ben de laatste tijd wel meer mee bezig, want daar kom ik zo nog op. Ik heb nu mijn oude telefoon met zonder apps, leg ik nu naast mijn bed als wekker. Want ik vind een normale wekker dus heel niet chill, heel relaxed. Maar inderdaad, als je telefoon pakt in de ochtend voor je wekker, zie je ook gelijk al die appjes. Klopt. Dus, maar vaak, ik zet hem niet vaak uit, maar wel af en toe. Maar in de poll waren de opties ja en nee nooit. Oh. En nee nooit was 93%. Oh. Dus mensen zetten 93% zet nooit een telefoon uit. Kids. En ja, er staat hier 8%, wat heel gek is, want dat heeft de Instagram poll gedaan, maar het is 7%. Ik weet ook niet waarom dat fout is gegaan. Maar 93% zet telefoon dus nooit uit. Okay. Dus het staat constant aan. Okay. Message to all the people. Nu al. Je hoeft hem van mij niet uit te zetten. Maar leg hem dan wel af en toe weg als je iets nuttigs moet of wil doen. Bij het studeren, als je inderdaad iets van self-care doet, of dat nou Netflixen is of mediteren of wat dan ook. Je hoeft hem niet uit te doen, maar leg hem af en toe even weg. Ze is net binnen en ze geeft ons nu al allemaal tips. Maar je hoeft dus helemaal niks. Bijna niks. We gaan het uitgebreid over jouw boek hebben. Ik vind het wel heftig, maar het is maar goed dat je er bent. Want 93% staat dus altijd aan, eigenlijk. Ja, letterlijk eigenlijk wel, ook wel. Ja. Ja, dus jouw boek staat ook hier in de kast. Ik heb hem erbij gepakt. Ik heb hem herlezen. Ja. Fantastisch. Want je hebt twee boeken geschreven, maar we gaan het vandaag heel veel hebben over: je moet tussen haakjes bijna niks. Mm-hmm. En in dat boek
schrijf jij best wel persoonlijk over je leven, ja. Over je burn-out ook, over dat je de lat te hoog legt voor jezelf. En ik ja. denk, voor mij was dat in ieder geval heel erg herkenbaar op ja. dat moment en eigenlijk nog steeds. Want ik heb hem herlezen en ja, jammer genoeg ben ik nog steeds een perfectionist. Dat je nog steeds denkt, okay, too real. Ja, ja dus ja. dat was ook wel heel confronterend, maar ook wel heel mooi. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zich ook daarin herkennen. Ja. Maar hoe is dat voor jou? Hoe was dat voor jou om daar zo open over te stellen? Want je bent echt super real in dat boek. En dat ja. lijkt me best wel ja, een ding. Ja, ik heb daar. Ik heb denk ik ook gewoon niet zo'n goede filter. Dus ik ben daarin denk ik ook gewoon. Ik denk daar in die zin denk ik daar niet over na. Ik heb maar één setting en dat is die. Wel kleine correctie. Ik heb geen burn-out gehad. Ik ben ik was op tijd, zeg maar, om niet de burn-out te hebben, maar ik was overspannen. Je hebt eigenlijk een soort van de ja, drie verschillende fases. Overbelast, overspannen en burn-out. En een burn-out dat. Dan heb je jezelf inderdaad zo vermoeid. Dat kost heel erg lang ook voor, voordat je energie eigenlijk weer zeg maar een beetje goed oplaat. En dat het niet elke keer weer heel snel leeg gaat. Maar een overspanning is wel inderdaad dat de andere term / de andere versie. Waarin gewoon wel heel duidelijk is van ja, je hebt gewoon te lang te veel gedaan. Zonder daarbij grenzen te voelen en daarnaar te luisteren. Zonder na te denken over, goh, is dit nou eigenlijk wel, wil ik dit wel? Is dit nou wel handig? Ik heb er natuurlijk toevallig, voordat ik hier naartoe kwam, natuurlijk ook weer over nagedacht. Dat is nu bijna 6 jaar geleden. Ik weet vooral dat ik gewoon, zeker in die eerste periode, ik dacht van ja, ik heb echt zo gefaald, zeg maar. Dat was echt, dat is in die eerste fase. En dat zie ik natuurlijk bij studenten, zie ik dat ook wel gebeuren. Van dingen uit je handen moeten laten, ja, voor je gevoel vallen. Maar eigenlijk is het gewoon loslaten, omdat dat gezonder is en beter is. Het is een korte termijn verlies voor lange termijn winst. Ja, dat voelt natuurlijk in het begin zo kut. Ja. Het is gewoon zo wat je niet wil. Maar misschien is het ook makkelijker, omdat uiteindelijk te vertellen als je er ja. overheen, als het voorbij Klopt. Is. Dat heb ik ook ja. altijd. Dan, ja. dan kan je wel meer helikopterview naar de situatie Precies. kijken en je wat kwetsbaarder opstellen. Ja, zeker. Maar dat doe jij echt dat hele boek ja. lang, ook over je persoonlijke ja. leven. Klopt. Dat boek is eigenlijk tot stand gekomen. Want ik had al een boekencontract. Ik was bezig met het beste zelfhulpboek ooit. Of althans, dat had ik ooit in mijn hoofd gehaald dat ik dat wilde schrijven. Maar goed, fun fact, dat kan helemaal niet. Dit boek is eruit gevloeid in het Engels. Dus in die periode dat ik overspannen was en steeds wat beter werd, kwam dat er echt, vlagen inspiratie, hele Moleskins volgeschreven. En toen had ik een Engelse versie. En toen heb ik die vertaald en natuurlijk herschreven, want je kan niet alles letterlijk natuurlijk over vertalen. Er staat wel veel Engels in. Er staat sowieso natuurlijk steeds veel Engelse Engels referenties. In. Ja. Klopt. En sommige zinnetjes die kunnen gewoon niet in het Nederlands. Dat was gewoon het boek wat ik moest maken, denk ik. Ja. Maar hoe? Want heb je via de Self-Help Hipster, dat is jouw blog. Ja. Heb je daar via dat het boekcontract gekregen? Ja, ja. Omdat dat werd gezien door een uitgeverij. En toen ben ik daar gaan praten. En toen is daar een boekencontract uitgerold. Ja. En wat waren de reacties daarop? Wisten heel veel mensen dat je hiermee struggelde? Was echt van, wow, ik had echt geen idee dat dit een ding was. Die overspannenheid. Want een burn-out is dus inderdaad dat je helemaal plat ligt. Ja. En overspannen, dan is het allemaal gewoon te veel, zeg maar. Dat is een goede vraag. Ik denk dat er een aantal mensen waren voor wie ik het goed heb, die het niet hadden zien aankomen. Want ja, het is natuurlijk een mythe dat je alleen maar overspannen wordt of een burn-out krijgt als je eigenlijk ziek, zwak, misselijk of kwetsbaar of wat dan ook bent. Het zijn juist namelijk de hele bevlogen mensen. Is dat een mythe? Ja, je hoeft niet die kwetsbare, kwetsbaar. Nee, ik bedoel, ik heb juist het idee dat alle succesvolle mensen, ja, die hebben een burn-out of een overspanning gehad. Want die zijn dus te ambitieus, ja, gelukkig, die kunnen niet remmen. Ja, gelukkig is dat inderdaad nu veel bekender, zeg maar. Maar er is een heel lange periode geweest en dat weet ik vooral omdat mijn ouders die werken in het onderwijs. Nou, die kwamen ook wel eens collega's met overspanningen en zo tegen. En ik weet dat er is een periode geweest dat overspanning en burn-out, dat heel erg ging in de sfeer van mensen die dus inderdaad wat kwetsbaarder misschien zijn. Of die het werk eigenlijk niet goed doen. Een beetje dat soort dingen. Nou, dat is gelukkig volledig ontkracht. Dus er zijn een aantal mensen, denk ik, die waren. Daar heb ik het goed voor verborgen. Maar er waren ook superveel mensen die zeiden, ja, dit konden we natuurlijk echt van kilometers aan zien komen dat dit ging gebeuren. Ja. Alleen daar had ik nooit naar geluisterd.
Maar je schrijft ook over je onzekerheden in een maatschappij waarin eigenlijk voor mijn gevoel dat perfecte plaatje heel erg centraal staat. Ja. Dus je gaat eigenlijk soort van daar helemaal tegenin. Ja. Want ook alles wat we op social media posten, niemand laat zien. Ik ben ook af en toe ook echt gewoon zitten janken op mijn kamer. Mm. Dat ga ik ook niet posten. Nee. Ook omdat je denkt, ja, ik wil ook niet dat aan de grote klok hangen. Ja. En dat mag ook, hè? Dat is ook je goed recht. Maar dat, ja, nou ja. Ik heb dus het gevoel dat omdat we... Misschien heeft dat ook met de Nederlandse mentaliteit te maken. Van stel je niet zo aan. Zeker. Als ik dan ga zitten janken op mijn Instagram story. Heb ik ook nooit echt overwogen, denk ik. Maar dat doe je dus eigenlijk wel. Je hangt het eigenlijk, want je schrijft een boek. En dat is dan heel succesvol. Dat hang je het eigenlijk aan de grote klok. Maar heb je daar ook over nagedacht? Of dat ik van, ik wil iets laten zien, iets anders? Nou, niet bewust, omdat maar dat deed ik eigenlijk altijd al. Ik was altijd al vrij, zeg maar, ik kon best wel ook een beetje soort van rebelleren. Ook tegen dat hele Insta-perfect gedoe, zeg maar. En ik ben inmiddels daar ook wel wat milder in geworden. Omdat ik ook wel denk van ja, maar mensen doen het ook om zichzelf te comforten. En te zich beter te laten voelen, zeg maar. Het kan in die zin kan het ook, denk ik, ook gewoon een soort van steunend en verwarmend werken. Door te focussen op de mooie dingen en zo. Maar ik vind dat wel inderdaad belangrijk, ja. Dat je juist het falen en wat er niet goed gaat. En dat je ook baalt en dat je verdrietig bent. En dat je niet heel de dag juichend en rennend van de energie door het leven gaat. Ik denk dat dat wel heel goed is, omdat... we gaan ons anders steeds alleener voelen in ons menselijk zijn, zeg maar. Dus het feit dat jij van jezelf weet dat je soms huilend op je kamer zit en dat, dat het soms niet lekker gaat. Als je dat nooit bij een ander ziet, dan denk je dat er iets dan kun je denken dat er iets mis is met jou. Ja. En dat is iets waarvan ik echt wel vind dat we dat altijd moeten proberen te voorkomen. Dat we alleen worden, dat we ons alleen gaan voelen in gewoon ons menselijke imperfect zijn, zeg maar. En wat waren dan de reacties daarop? Nou ja, gewoon allemaal hele lieve reacties. Ik denk dat juist... het is toch altijd een soort van, denk ik, een beetje een verademing. Als je ziet dat iemand anders ook gewoon baalt en verdriet heeft meegemaakt en faalt en dingen niet goed doet. Ja, ik word daar altijd heel rustig van. Als iemand anders ook gewoon dingen niet goed doet of een keer gewoon verdrietig is. Zeg maar, ik word juist heel erg onrustig van dat perfecte plaatje. Zeg maar, ik word juist heel onrustig als iemand tegenover me zit waarmee het altijd goed gaat, waarbij er nooit iets aan de hand is, waarbij er nooit een mini beetje kwetsbaarheid is. Ja, word ik helemaal kriebelig van. Maar levert het jou dan ook voor jezelf iets op, dat je een bepaald soort rust kon vinden daarin? Van, ik heb dit nu zo neergezet en mensen hebben er wat aan, maar wat had je er zelf aan? Acceptatie, denk ik, voor mezelf ook. Van, die hoge eisen aan onszelf, waar we het net over hadden. Ik denk dat door dit boek door dit boek vielen er voor mij een paar hoge eisen eigenlijk weg of af. Die vielen van me af. Van dat ik allerlei leuke en goede dingen kan doen, ook zonder dat ik dat heel de tijd, altijd op dit level, altijd daar hoefde te doen. Ja. Ja, ik merk bij mezelf heel erg, ik ben 21 en ik merk heel erg dat ik die lat heel hoog leg. Ja. En ik las jouw boek in 2018 en ik dacht, oké, ik ga het anders doen. En dat heb ik ook toen gedaan. Mm-hmm. Maar ik ben nu 21 en ja, ik zit hier in een tv-studio. Dus blijkbaar is het niet heel veel veranderd, want ik wil nog steeds van alles doen. Ja. En ik vraag me af, is het niet constant een soort van... Het voelt alsof het een soort van sleur is die me constant een soort van terugtrekt. Je moet jezelf er af en toe inderdaad weer aan herinneren, denk ik, dat je bedoelt. Ja, want je wil niet ineens minder. Je wilt alleen anders doen. Ja, ja. Dingen anders doen. Dat is ook weer dat is ook je andere boek, maar ja. Dat is wel grappig, want ik heb een keer een review gelezen van... je moet bijna niks, volgens mij ook van de studenten iets uit Maastricht. En daar moest ik heel erg om lachen, omdat het was een prima review. Best wel gewoon heel... droog en feitelijk, zeg maar. En er stond ook zoiets in waarvan ik dacht, ja, nou ja, dat is ook gewoon zo. Dus er stond iets in de trant van, voor iemand die zo predikt dat we niks moeten en dat we minder hoge eisen moeten stellen aan onszelf, spat de bewijsdrang nog steeds van elke bladzijde. En toen dacht ik, ja, dat is ook wel zo. En dat, ja, ik denk dat het een illusie is dat je het helemaal kwijtraakt. Ik denk alleen dat je... Door je te focussen op wat er echt belangrijk is. Wat je echt heel graag wil doen en bereiken. Terwijl je ook inderdaad de ruimte geeft aan hoe moe je bent. Dat je een keer geen zin hebt. Dat je verdrietig bent. Dat er dingen tegen zitten. Dat je niet overal controle over hebt.
Hoe beter. Omdat dat zorgt er ook voor. Want je hoeft namelijk ook niet alles op je 21ste te doen. En dat voelt natuurlijk wel zo. Dat snap ik ook wel. Want stel je voor dat je niet voor je 25ste al weet ik veel wat allemaal bereikt en gedaan hebt. Ja. Maar dat is niet zo. Want je leven stopt niet op een bepaald punt van, oh, als je het nu allemaal niet gedaan hebt, dan kan het nooit meer. Maar het voelt heel erg van, als ik nu dit niet doe, dan ben ik daar niet op mijn 30ste. Zo voelt het meer. Ja, maar dat weet je dus niet. Of maar dat is die, ik denk die onzekerheid. Ik denk dat het ook te maken heeft met onzekerheid over de toekomst. Ja. Heel erg. Mm-hmm. Ik merk dat zelf dat ik dat heel erg heb. Dat ik denk, ja, maar als ik nu niet mijn best doe op school en dus hele hoge cijfers haal, dan faal ik en dan word ik van mijn studie afgetrapt en dan heb ik geen baan en dan beland ik in een doos. Ja. En volgens mij heb jij precies zo'n spiral in jouw boek geschreven. Ja, klopt. Ja. En ik merk dat dan denk je van, oké, ik kan deze toets best skippen. Ik kan dit wel even niet doen. Maar dan voel je alsnog schuldig, terwijl je zeg maar dat schuldgevoel is zo groot. En ik vraag me gewoon af, hoe ga je daar mee om dat je voor jezelf gewoon, dat je wat aardiger voor jezelf bent? Ja, vooral op deze leeftijd. Want wat je om je heen ziet, zijn gewoon allemaal twintigers die het allemaal maken en succesvol zijn en supersnel. Dat lijkt allemaal natuurlijk zo. Ja, terwijl je niet ziet die hele grote groep die het ongeveer net zo goed of misschien zelfs wel minder goed doet als jij. Ja. Die is er natuurlijk ook. Daar trek je niet, daar kijk je niet naar op. Daar, dat is gewoon van, oh, dat zijn die andere mensen. Maar ik kijk echt op naar al die 25ers die het helemaal gemaakt hebben en rijk zijn of zo. Of in ieder geval niet per se rijk zijn, maar echt doen wat ze leuk vinden. En echt op een groot platform. Bijvoorbeeld, jij hebt een boek geschreven, weet je wel. Dat zijn allemaal toffe dingen. Ja, maar goed, dan kun je je ook weer realiseren dat wat ik heb gedaan is ook eigenlijk niet zo super groot. Hè? Zeg maar, dat ik kan me ook weer vergelijken met alle meiden die ik ken die op de bestsellerlijst stonden. Met alle meiden die ik ken van wie er tienduizenden boeken zijn verkocht. Ik ben in die zin echt een heel klein visje nog steeds. Dus het is ook maar net waar je naar kijkt. Je perspectief daarvan. Ja, precies. Want wat is jouw perspectief daarvan? Dan zie jij, vind jij het goed van jezelf dat je dat hebt? Ben je echt van, oh, dat heb ik als tof? Of ben je van, oh nee, ik wil eigenlijk de bestseller had ik moeten halen? Nou, ik denk dat je allebei voelt, zeg maar. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik, toen mijn eerste boek uitkwam, viel er bij mij echt een soort last van mijn schouders. Dus dat is ook dat stukje prestatiedrang van, nu was in elk geval gelukt wat voor mij echt mijn allergrootste doel en droom was. Dat was voor mij echt, oké, alles wat vanaf nu lukt is bonus, zeg maar. Dus dat was in die zin heel bevrijdend. En ik probeer heel erg de resultaten los te laten. Dat zorgt voor mij juist voor die chillheid. En dat ik doe wat ik leuk vind zonder te veel na te denken over, oh, maar dan moet dat het zo goed doen. Want anders dan kan ik niet dit of dan kan ik niet dat straks. Ik probeer juist te doen van, oké, ik hoef me alleen maar te focussen op wat ik wil maken, op wat ik wil doen. Het is niet aan mij hoe succesvol iets wordt. Ik kan daarin dingetjes doen, ik kan daarin dingetjes laten. Maar uiteindelijk zit het succes hem in dat er mensen het kopen, dat er mensen het lezen en dat die mensen er wat aan hebben. Nou, dat mensen het kopen staat niet gelijk aan hoeveel mensen het lezen en hoeveel mensen er iets aan hebben. Dus ik probeer dat stukje een beetje los te laten. Maar tuurlijk heb ik wel eens gedacht, oh, vet jammer dat hij het niet beter heeft gedaan. Maar zit dat succes niet ook in dat jij jouw gevoel en alles op papier heb kunnen zetten en gewoon het ik vind het een heel vet soort van structuur, want je hebt soort van tips en dan komen de boekentips en het is niet zomaar van, oh ja, hoofdstuk naar hoofdstuk. Er zit een bepaald soort hele vette nieuwe structuur in die ik ook nog nooit had gezien. Nou, als je het zo bekijkt, inderdaad echt naar het resultaat als wat ik heb gemaakt, nou, dan ben ik gewoon super blij en trots. Dat is gewoon, ja, het is mijn eerste baby. Gewoon simpel gezegd, het is mijn eerste baby. Dus dat is gewoon helemaal goed. Maar je bent natuurlijk ook mens, dus je gaat ook automatisch een beetje denken aan al die externe successen, zoals die mensen die jij dan ziet, die op een 25ste al zo'n groot platform hebben, die allerlei dingen voor elkaar krijgen. Dat doet iedereen, denk ik, op zijn manier. Dus tuurlijk, dan denk je ook wel eens van, oh, jammer dat ik niet in de lijst heb gestaan. Of, oh, jammer dit, of oh, jammer dat. Ja. Maar toch, ik trek hem toch elke keer dan weer terug. I focus on what I want to make. I focus on what I want to do. En wat er al is. En inderdaad. Wat er al is. Wat er wel al is. Want altijd aanstaan gaat over, inderdaad, het gaat niet alleen over altijd je telefoon hebben en altijd op social media zitten. Het gaat ook over altijd maar bezig zijn, altijd maar doorgaan en altijd het gevoel hebben dat je iets moet. Ja. En niet die spanning los kunnen laten. Nou, ik heb dat zo ontzettend erg. Ja, gewoon dat je dan op de bank zit en dat je denkt van, oké, ik ga nu even chillen. Maar dan ga je bijvoorbeeld een Netflix-serie kijken, sta je eigenlijk ook nog steeds aan. Want stel dat je een spannende serie kijkt, dan voel je ook die spanning. Ja. Ik heb dat heel erg intens, omdat ik er dan helemaal in zit. Maar we hebben ook wat vragen die via ons Instagram zijn binnengekomen. We kregen er een aantal binnen. Ik vond deze wel heel interessant. Je kan trouwens je vragen stellen op @HVA Campus Creators. We posten altijd een story en dan kan je daar vragen naar sturen. Maar sowieso ook als je iets over iets wil weten, stuur ons een vraag. Justin vraagt namelijk,
Hoe zorg ik ervoor dat ik niet bereikbaar ben, maar anderen tegelijkertijd niet het gevoel heeft dat zij niet op mij kunnen rekenen? Ik denk dat het een soort van schuldgevoel in zit. Ik zal hem nog een keer herhalen. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet bereikbaar ben, maar anderen tegelijkertijd niet het gevoel geef dat zij niet op mij kunnen rekenen? Dit doet me heel erg denken aan jouw hoofdstuk Leven voor jezelf. Ja. Want jij kwam erachter dat nee zeggen eigenlijk de key is tot alles. Ja. Wat je niet zou verwachten, is gewoon zeg een keer nee. Maar ja. Hoe zat dat? Hoe kwam je daarachter? Nou, ik denk dat, en de een heeft dat meer dan de ander, dat het dat je graag de ander inderdaad naar de zin maakt. En dat hoor ik hier in deze vraag van Justin, hoor ik dat ook. Van je wil absoluut niet dat de ander het idee krijgt dat hij of zij niet op jou kan rekenen. Sowieso is het nogal een aanname om te gaan van het feit van, nou stel, hè, jij doet 2 uur je telefoon uit omdat je gewoon even wil slapen, wil tekenen, wil schilderen, wil Netflixen, whatever. Het is nogal een aanname om dan dat gelijk te trekken aan, in die 2 uur komen er allemaal mensen die iets op dat moment nodig hebben van jou. En dat je bent er dan niet. En vervolgens zijn al die mensen boos op jou dat ze niet op je kunnen rekenen. Er zitten allemaal stukjes in die logica-sprong die je in principe allemaal kunt uitdagen. Maar het zou best kunnen dat hij dit een keer heeft meegemaakt. Dat hij zijn telefoon uit had gezet voor een nacht en dat iemand had gebeld en zegt, waarom ben je niet bereikbaar van zijn werk of zo? Kan. Dat kan. En dat je daarom dan ineens denkt van, kak, ik kan nooit meer mijn telefoon uitzetten zonder dat iemand iets van me nodig heeft. Is ook niet waar. Ik kan me ook voorstellen dat deze gedachte ergens vandaan komt. Ik zou het niet zeggen van, oh, dat is een goede gedachte. Ik denk dan heel erg aan, je moet toch zelf kunnen opladen om er voor anderen te zijn. Exact. Je bent sowieso je eigen instrument, zeg maar. Dat zeggen wij altijd, de studenten-decanen onder elkaar zeggen dat ook altijd. Maar dat geldt ook voor social workers. Dat geldt eigenlijk voor iedereen als mens ook. Zeg maar, als je er voor de ander wil zijn. En er zijn eigenlijk maar heel weinig dingen, in het specifieke geval van deze vraag van Justin. Tuurlijk, met uitzonderingen daar gelaten. Het kan natuurlijk best zo zijn dat een keer een vriend in paniek ergens over belde en dat je op dat moment even niet bereikbaar bent. Maar er zijn heel weinig dingen waarbij het echt betekent dat als jij op dat moment in die 2 uur niet bereikbaar bent, dat je er dan niet meer goed voor die ander kunt zijn. Dus hè, stel, je wordt inderdaad gebeld in die 2 uur dat je even iets anders bent gaan doen. Je doet je telefoon aan, je ziet, Erik heeft gebeld en er is van alles aan de hand. Dan zijn er nog zoveel dingen die je op dat moment kunt doen voor Erik, dat het eigenlijk niet meer uitmaakt dat je even die eerste 2 uur, waarbij Erik dus blijkbaar belde in die urgentie, dat het niet meer uitmaakt dat je toen er even niet was. Sterker nog, misschien ook wel doordat je dus die 2 uur voor jezelf hebt genomen, ben jij weer helemaal opgeladen. Je hebt even helemaal kunnen doen wat voor jou op dat moment het beste was. En jij kunt naast Erik gaan staan en er voor Erik zijn op een bepaalde manier, die je misschien minder goed was gelukt als je niet die 2 uur even had genomen. En denk je daar ook zo over als het een dag is? Ja, want er zijn nog steeds. Het kan natuurlijk ook dan op een dag voorkomen dat iemand jou op dat moment nodig heeft. Maar goed, het is natuurlijk ook zo dat. Als iemand jou op zo'n dag zo urgent nodig heeft, dan is er misschien ook in de planning. Dan heb ik het puur eventjes over. Hey, wil je dit voor me doen? Want ik moet straks dat. Ja. Weet je, dan heb ik het meer over dat soort verzoeken. That's poor planning on the other person's part. Maar hoe geef je daarin je grenzen aan? Ga je dan aan iedereen laten weten van, oh jongens, ik ben vandaag offline, want ik vind dat altijd zo. Dat vind ik, ja, dat, zeg maar, dat zou niet. Ik vind dat het niet nodig zou moeten zijn. Maar nee. Goed, ik snap het ook wel dat soms misschien, hè, als je bijvoorbeeld in een studiegroepje zit waarbij je dingen samen moet doen, dat het misschien dus wel handig is om even een mini heads-up te geven daarover. Wat in principe in de algemene lijn vaak goed werkt, is de ADA-methode. Dus iemand die komt naar je toe en die zegt, oh Michelle, ik ben bezig met dat verslag, maar ik kom er echt totaal niet uit. Kan je even voor mij naar de conclusie kijken? Want volgens mij werkt het niet goed. En jij ik ga meteen aan van, oké, ik kom je helpen. Ja, precies. misschien, Michelle, heb jij het fucking druk. Ja. Heb jij zoveel te doen? Je loopt eigenlijk een beetje over. Je bent eigenlijk ook hartstikke moe. Dus misschien is het voor jou op dat moment ook niet helemaal handig om dat te gaan doen voor die persoon. Nou. De eerste E is van acknowledge. Dus erkennen dat iemand iets aan jou vraagt. Dus goed dat je het aan me vraagt. Want het is ook goed dat iemand om hulp vraagt op het moment dat het niet lukt. Dus je erkent, je acknowledged. Supergoed dat je me hierover, vraagt. Decline. Je wijst het af. Je zegt, sorry, ik heb het nu echt vandaag super druk. Ik ben heel moe en ik moet straks X of Y doen. Want ja, toevallig, het kan gewoon zo zijn dat je het op die dag gewoon even niet voor iemand kan of wil doen. Dat mag natuurlijk ook. Je mag ook daarin een keuze maken van ja, ik moet ook inderdaad die batterij voor mezelf op gaan laden. Dus acknowledge decline. Je zegt, sorry, vandaag gaat het me niet lukken.
En de andere E is voor alternative, voor het alternatief. Dan zeg je, maar morgenmiddag, dan ben ik daarna, ben ik na mijn college ben ik klaar en ik heb dan eigenlijk waarschijnlijk alles ingeleverd. Kan ik het dan voor je nakijken? Of alternative, je zegt, mij gaat het nu op dit moment niet lukken. Maar hey, deze persoon weet ik dat die best wel goed is in academisch schrijven. Misschien kun je het aan die persoon vragen. Of ik ken deze en deze persoon die dat goed weet. Zal ik eventjes voor jou kijken of die persoon wel tijd heeft. Dus op die manier, weet je, het is ook helemaal niet zwart-wit. Het is niet of je helpt wel of je helpt niet. Er zitten daar ook nog allerlei verschillende schakeringen eigenlijk in. Ja, ik probeer dat de laatste tijd steeds meer te doen. Ik merk dat dat heel moeilijk is, omdat ik heel graag mensen wil helpen. Ja. Ik weet niet waarom ik dat heb. Dat zit waarschijnlijk heel erg diep, dat je niet gezien voelt. En dat je dan bent van, oké, ik wil me gezien voelen. Dus als jij mij nodig hebt, dan wil ik er voor jou zijn. Ja, dan wil ik er voor je zijn, want dan hebben wij een goede band en dan ben ik gezien. En dat heeft al met jeugddingen waarschijnlijk te maken. Maar dat is ook heel herkenbaar. Maar ik merkte wel, vorig jaar deed ik dat niet. En dat was geen leuk jaar. Mm-hmm. Want ik merkte op een gegeven moment dat het allemaal zoveel werd. Ook de leuke dingen die ik deed ook zwaar voelden. Ja. En ik heb het gevoel dat dat heel erg met elkaar in een lijn staat. En als je niet leert nee zeggen, dan zijn er dingen die je doet die je eigenlijk normaal leuk vindt. Zoals lekker een drankje doen met een vriendin. Dan denk je, oh god. Oh, ik en daar heb jij ook over geschreven. Ja, want alle energie is op. Je hebt niks meer over. En dat is dus dat opladen en dan weer dingen doen. Maar hey Michelle, daar ben ik dan wel benieuwd naar, want dat is dan vaak ook zo. Laat jij je wel helpen? Want mensen die anderen helpen, laten zichzelf vaak niet goed helpen. Nee, ik deed dat. Goeie vraag. Nee, ik deed dat eerst niet. Mm-hmm. Ik stelde me ook niet kwetsbaar op tegenover mensen, omdat ik dacht, ik kan het zelf wel. Ik heb jullie niet nodig. Dat heeft ook weer een soort van te maken met vroeger, van toen deed ik het ook allemaal zelf. Ja, en dan wil je ook bewijzen, bla bla bla. Maar de laatste half jaar stel ik me wel kwetsbaar op tegenover mensen. Ja. Van, hey, ik heb nu je hulp nodig. Goed. En dat wordt ook niet, gaat ook niet altijd goed. Want soms dan heeft iemand er ook geen plek voor. En dan voel ik me weer afgewezen. Maar dan moet ik oké, dit gebeurt in mij. Mm-hmm. Maar ook vaak krijg je er wel iets moois voor terug. Ja. En dat vind ik dus ook heel mooi aan mensen die zich kwetsbaar opstellen. Wat jij dus ook doet. Want je geeft die kwetsbare kant van jezelf neer. Je zegt ook van, ik ben gewoon een persoon die dit gewoon niet trekt. Er zijn misschien mensen die wel 100 dingen te kunnen doen. Ja. Maar ik kan dat niet, heb ik ook. En dat is best wel een soort van, dat zend je naar de wereld. Maar als je dan mensen krijgt die zeggen, ja, dat heb ik ook. Dan heb je die verbinding. Ja. En ik heb dus wel gemerkt dat die verbinding, eigenlijk is dat waar ik denk naar op zoek was. Ja. Gewoon ook mensen die dan achter me zouden staan. Dat ik steun heb aan mensen. Ja. Dus meer. En ik leer ook meer nee zeggen. Maar ik ben er nog niet. Nee, maar dat is maar ook dat is ook logisch. Precies. Want zie jij, ik ben een student, ik ben 21 jaar. Maar zie jij dat ook bij, want jij studentendecaan, er komen waarschijnlijk ook studenten naar je toe die daar mee struggelen. Ja. Is dat nog steeds een groot ding? Ja, ik denk, het is natuurlijk ook gewoon een belangrijk proces inderdaad. Hè? Ook van wie ben ik en wie is de ander? En waar ben ik en waar is de ander? Omdat we verplaatsen ons soms gewoon te veel in die andere persoon. En het kan heel erg helpen om je sense of self in die zin eigenlijk een beetje soort van steviger beet te pakken. Want wat ik ook bijvoorbeeld wel eens tegen studenten zeg die de neiging hebben om zichzelf weg te cijferen voor een ander. Dat at the end of the day en at the end of the road, dan heb je die persoon geholpen met allerlei dingen waar die persoon wat aan heeft. En jij dan? Jij hebt niet gestudeerd voor dat tentamen wat je wel wil halen om je propedeuse te halen. Je hebt niet je stageverslag kunnen afmaken terwijl jij heel graag wel je stage wil halen. Dus alle dingen die jij voor jezelf belangrijk vindt, en dat hoeft niet eens per se met school te zijn. Hè? Dat kan ook zijn de muziek die je maakt, met je moeder tijd doorbrengen. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Die dingen die raken allemaal ondergeschikt aan iemand anders zijn leven. Is dat echt hoe jij jouw leven wil insteken? En daarin is natuurlijk een balans te vinden. Want de ander, het is juist ook heel mooi om die verbinding te maken met alle andere mensen. Maar dat eigen leven, ja, daar moet je ook in tuinieren. En daar moet je ook in dingen doen en naar je toe trekken en voor zorgen, zeg maar. In plaats van altijd maar in de tuin van een ander mee te helpen schoffelen en water geven. Je moet ook je eigen tuintje doen. Dus hoe zou je dan, want we zijn al steeds bezig met deze vraag eigenlijk. Hey, je hebt ook al gezegd in dat acknowledge en dan decline en alternative. Is dat, ja, want het is dat is een oplossing voor het doen. Ja. Maar ik denk dat het echt te maken heeft met het gevoel dat hij denkt dat anderen dan teleurgesteld in hem zijn. En hoe ga je daarmee om? Nou, dat is lastig te beantwoorden, omdat dat heeft eigenlijk een beetje twee kanten. De ene kant is, er bestaat een kans dat het heel erg mee gaat vallen. Omdat andere mensen begrijpen vaak ook heus wel dat je meer te doen hebt. Of dat er even iets was waardoor je niet bereikbaar was. Dus het wordt niet automatisch ook genomen als van, hé, maar jij bent er niet voor mij. En ook, aan de andere kant,
mensen denken dat misschien wel. Mensen denken van, nou jeetje, vroeger hielp die persoon mij altijd. Vroeger was diegene altijd bereikbaar. Echt stom dat jij dat nu niet meer bent. En dat mag die persoon dan stom vinden. Maar als het beter is voor Justin of voor jou of voor mij, om ook dat stukje voor mezelf te zorgen, dan is dat gewoon een verandering in de dynamiek waar die andere persoon op reageert. En dan is het inderdaad de vraag van, ja, vind je het dan zo belangrijk om, ja, weer te voldoen aan de dynamiek waar die andere persoon eigenlijk zich het lekkerst bij voelt? Of wil je die nieuwe dynamiek omdat het uiteindelijk beter is voor jou en voor die ander? Want je kan ook zeggen, hey, luister, een hele goede vriend van mij. Je bent heel belangrijk voor me, maar ik ben ook belangrijk voor mij. En ik heb ook tijd voor mezelf nodig. En als je dit niet kan accepteren, dan zit er ook wat fout. Ja. Want misschien snapt diegene het eerst niet. En ik denk op je maar later wel. Je kan het ook eerst even uitleggen. Precies. Van, hey, luister, ik ben de komende tijd iets minder bereikbaar. Want ik wil iets meer in mezelf. En ik wil gewoon dingen voor mezelf doen. Als je me nodig hebt, dan ben ik er voor je. Maar het kan misschien zijn dat ik niet altijd telefoon opneem. En als je dat aangeeft van tevoren, zeker, bij mensen die je echt belangrijk vindt, dan denk ik dat het wel goed komt. Als jij dat ook belangrijk vindt. Want op die manier kun je dan ook met elkaar meegooien. En eigenlijk precies wat jij zegt ook, Michelle, is dat misschien is iemand eerst boos. Want het is een verandering en we houden gewoon niet van verandering. En we willen gewoon eigenlijk dat alles hetzelfde blijft met wat wij lekker vinden. Dus misschien is diegene in het begin dat hij denkt, maar daar komt, naarmate het langer duurt, komt er altijd een moment dat diegene denkt van, oh ja, ja, ik snap het eigenlijk wel. Weet je, en dan inderdaad, dan sta je echt weer op een mooier punt met elkaar dan dat je daarvoor stond. En als diegene het niet snapt, heb je ook, weet je ook meteen wat voor vriend je hebt. Ja, dat toch? Dat kan ook. Ja, inderdaad. Laten we verder gaan, want ik heb nog een vraag van Juliette. En deze is iets langer. Okay. Ik ben de laatste tijd op zoek naar meer balans in mijn dagelijks leven. Maar merk dat het moeilijk is, omdat alles voor mijn gevoel door elkaar loopt. Mm. Ik krijg via WhatsApp bijvoorbeeld berichtjes binnen van werk, waar ik dan meteen op wil antwoorden, terwijl ik eigenlijk een rustmomentje voor mezelf wilde nemen. Ja. Ik ben benieuwd of jullie dit ook hebben en hoe jullie hiermee omgaan. Alles loopt hier dus door elkaar heen. Ja. Ik heb dat zelf heel erg. Mm-hmm. Ik weet niet zelf niet zo goed hoe ik daar onderscheid in moet maken, want alles gaat via WhatsApp. Oh. Ja, dus projectgroep en mijn baan en dit. En mijn moeder die vraagt of ik kom eten. En ik ben zelf ook benieuwd. Hoe heb jij daar een tip voor? Doe jij daar iets mee? Ik ben gewoon een beetje een rotwijf. Dus ik gooi alles op de mail. Ja, ik ga jullie een super secret vertellen. Vorig jaar rond deze tijd zat ik in New York met mijn vriend. Terwijl de coronacrisis hier natuurlijk echt in volle bak lospaste. En we hadden een decanen WhatsApp groep. Maar goed, dat was al een tijdje was die opgeheven. Omdat dat was altijd gedoe. En inderdaad, de ene collega die ging dat lopen spammen. En de andere collega die vond het verschrikkelijk. En ik hou gewoon niet van werkdingen op WhatsApp. WhatsApp is voor gezellig, WhatsApp is gewoon voor makkelijk. Ik hoef daar niet allemaal dingen te lezen over mijn werk, want ik lees hem ook in het weekend. En pre-corona, toen we nog niet in de thuiswerkapocalyps zaten, was voor mij de scheiding werk en thuis heel erg belangrijk. Daar heb ik ook natuurlijk noodgedwongen een ander verhaal van moeten maken. Maar dat was toen de tijd. Maar toen werd er dus een nieuwe decanen-app gemaakt vanwege corona. En toen zag ik dat. En toen ben ik eruit gestapt. Toen heb ik mijn manager een bericht gestuurd. Ik zei, hey, sorry, ik ben op vakantie. Ik ga er nu uit. Maar dan stap ik er, als ik terugkom, stap ik er wel weer in. Ik zit nog steeds niet in die WhatsApp-groep. Maar als je nou een projectgroep hebt. Ja, maar goed, wij hebben dan het geluk dat wij dus alles doen met Microsoft Teams. Sorry, ik vind het gewoon zelf een heel grappig verhaal. Dat ik gewoon een jaar lang heb weten te voorkomen dat ik in die appgroep zit. En dat niemand het ook lijkt door te hebben dat ik helemaal niet in die appgroep zit. Maar volgens mij krijg je ook alles via vergadering en via de mailbal binnen. Dus het is meer gewoon voor erbij. Ja, maar als je dat niet hebt. Nee. Kijk, en dat is dus inderdaad, nou, vind ik echt wel een hele goede vraag. En ik zal hem nu even iets meer toepasselijk maken op de studenten. Waarbij het was een leuk verhaal. Het was fantastisch. Kom maar door met die tips. Maar goed, ook om even te illustreren dat soms ben ik daar gewoon misschien wat harder in, ook doordat ik al 32 ben en geen zin heb in dat soort dingen. Ik merk ook dat dat heel anders is bij mensen die wat ouder zijn, dus echt inderdaad dertigers. Ja. Die kunnen veel meer zeggen, ja, ik ga het niet doen. Pech. Ja. En wij zijn veel meer van, is goed, weet je wel. Tuurlijk, maar dat snap ik ook, want je bent nog daarin, er zijn zoveel dingen die je gewoon in goede banen moet leiden. En je wil ook gewoon dan niet diegene zijn die voor je gevoel moeilijk doet. Ja, precies. Nou, in dit geval, kijk, wat je kan doen. Maar goed, dat vereist wel inderdaad een beetje moeite en een beetje moed. Je kan aangeven bij een van de vele stukjes waarbij alles door elkaar loopt van, hey, kunnen we dit niet in een Teams-kanaal doen? Bijvoorbeeld als jullie met Microsoft Teams werken. Of kunnen we dit niet in een Slack-kanaal doen? Kunnen we dit niet in een Discord-kanaal doen? Je kunt kijken of je het toch op een bepaalde manier een beetje uit elkaar kan trekken. Op het moment dat dat niet kan,
dan is het dus inderdaad zaak dat op het moment dat je die rustmomentjes eigenlijk wil, wat natuurlijk super logisch en totally warranted is, ja, dan moet je dus soms echt een uurtje die telefoon uitdoen. Want het is er. Het zit in die telefoon, het zit in die WhatsApp. En ik begrijp dat, weet je wel, met zo'n mute-knop, dat helpt een beetje. Dat helpt echt niet. Maar als je dan WhatsApp hebt aangeslingerd en je ziet bovenaan 70 berichten gemist, dan ga je kijken. Ja. Dat is gewoon zo. Dus in die zin kan je het niet goed, je kan het gewoon minder goed reguleren als het allemaal op WhatsApp zit. En dat betekent dus dat je dus je telefoon moet reguleren. En dat je dus inderdaad dan op het moment dat je denkt van ja, ik moet nu echt even los. Ja, dan moet dus als alles zo door elkaar loopt, moet dus af en toe die telefoon dan weg. Zodat jij in ieder geval loskomt van alles wat door elkaar loopt. Ja, want er wordt vaak gezegd, ja, doe je notificaties uit. Ja. Nou, ik ga dan kijken of ik alsnog berichtjes heb, omdat ik geen notificaties meer. Ik word daar eigenlijk alleen maar rustiger van. Dat is ook, ja, ik vind dat helemaal geen goede tip, eerlijk gezegd. Maar het uitzetten is ook weer een ander verhaal. Want dat uitzetten, dat doe je dan. Dan leg je hem weg. En dan komt die spanning van, oké, maar misschien heb ik nu wel En misschien heb ik wel een mailtje. En ik ga een boek lezen. Maar wat nou als ik nu... En het enige wat daartegen helpt is, laat dat gevoel er maar zijn. En laat het maar gewoon uit zichzelf zakken zonder dat je ernaar handelt. Want je gaat merken, en het is echt een soort exposure therapie. En dat heb ik zelf dus ook heel erg moeten doen. Je zult merken dat eigenlijk is er niks zo urgent dat jij het echt mist als je even dus dat uurtje of zelfs die middag of zelfs die dag. Er is eigenlijk niks zo urgent dat je het zo mist. En alles valt op te lossen achteraf. Dat moet even binnenkomen. Kan je het nog een keer herhalen? Nou, er is niks zo urgent en zo dat het onmiddellijk actie nodig heeft, dat jij niet een uur, een middag of een dag niet dat hebt gezien. En de enige manier waarop je dat gevoel, dat gaat zakken, is wanneer je er dus niet naar gaat handelen. Wanneer je dat boek leest en je denkt, oh shit, misschien heb ik wel een mailtje. Dan heb je maar een mailtje. Want dat mailtje heb je vanmorgen, heb je dat ook nog. En is dat bij jou toen uiteindelijk weggegaan? Ja. Die drang? Ja. Dus hoe vaker je dat doet? En wat zijn dan goede momenten voor jou geweest om te zeggen, oké, nu doe ik hem uit. Dus is dat in de avond? Is dat in de ochtend als je wakker wordt? Of in het weekend? Sowieso in het weekend. Ik heb even wat terugvalletjes gehad tijdens de coronaperiode. Maar dat moeten jullie me maar vergeven. Want het was natuurlijk allemaal nogal wat. Dat hebben we allemaal, denk ik wel. Ik werk niet in het weekend. Dus ik kijk ook niet op mijn mail in het weekend. En ik kijk ook niet 's avonds laat nog op mijn mail. Dat werkmail is sowieso echt uit den boze in mijn vrije tijd. Ook ik ben op woensdagen vrij. Woensdag kijk ik niet op mijn mail. En altijd komt dat goed. Ook in het geval van een paniekmoment van iemand anders. Ook in het geval van iets wat even in de soep loopt als ik er niet ben. Want we zijn ook gelukkig lang niet zo onmisbaar als dat ons paniekgevoel ons vertelt. Datzelfde geldt dus eigenlijk voor, hè, met die WhatsApp-groepen en alles dat door elkaar loopt. Je hoeft het ook niet allemaal. Het is niet van, we gaan van nooit meer dat gevoel krijgen. Je kan niet van altijd het gevoel naar nooit het gevoel, maar je kan wel naar minder. En dat kan echt door het gewoon een beetje te oefenen. En dat kan gewoon echt met kleine stukjes. Al is het maar dat uurtje. Neem lunchpauze, bijvoorbeeld. Je vindt een balans dan daarin. Ja, precies. Ja, zeker. Heb jij ook een hoofdstuk over geschreven? Het hoofdstuk balans. Dit is echt fantastisch. Je beschrijft hier ook drie dingen in. Luisteren naar jezelf, loslaten en doorbijten. Ja. En dat zijn de drie dingen die volgens jou zorgen voor balans. Ja. Hoe kwam je erachter dat die drie dingen, want ik vind dat heel wat, dat je gewoon drie punten, en als je dat doet, dan vind je een balans. Dus ik zal het nog een keer herhalen voor luisteren. Luister naar jezelf, loslaten, maar ook af en toe doorbijten. Ja. Oefenen. Net als eigenlijk met alles. Ik denk dat eigenlijk precies, hè, waar we het net ook over hebben gehad, met hoe belangrijk we de ander maken. Nou, we moeten onszelf dus een beetje belangrijker maken, want dan gaan we steeds beter horen van, oh ja, goh, ik ben nu bijvoorbeeld, ik heb nu best wel wat energie en ja, ik heb eigenlijk geen zin in die scriptie, want het is zo'n groot project, maar ik snap het niet en dingen. Maar als we die energie hebben, dan kunnen we misschien wel deze ochtend daar even een uurtje aan besteden of twee. Als je dat gedaan hebt en je bent moe, je bent klaar. Maar als de deadline nou heel erg in de buurt is, kun je er dus wel voor kiezen om de volgende dag nog een keer, als je energie ook gewoon goed is, om weer dat te doen. En dat op die manier wel een beetje vol te houden. En kijk, dat wat ik ook heel veel met studenten ook bespreek. En toevallig ben ik geef ik op dit moment voor de Hogeschool Rotterdam workshops die heten aan de slag met je uitstelgedrag. Waarin ik juist heel erg probeer om een ander soort perspectief te nemen dan,
maak een planning en hou je eraan. Want als dat kon, dan deden we dat allemaal. Mm-hmm. En daarin zit dus ook een stukje van, ja, je moet af en toe ook gewoon inderdaad de keuze kunnen maken. En ja, niemand anders kan die keuze voor jou maken. Dus je moet ook echt een beetje op zoek naar je eigen, ja, gebruikershandleiding van wat werkt er wel voor mij en wat werkt er niet. Kijk, dat die bijvoorbeeld de Pomodoro-techniek waar we het net ook over hadden. Wat ik natuurlijk in mijn boek heel erg predik en wat ik zelf echt zo fijn vind om mee te werken. Zijn mensen die worden helemaal gek van. Nou prima, dan moet je het niet gebruiken. Kan je uitleggen wat dat is? De Pomodoro-tijdsmanagement-techniek. Dat is een tijdsmanagement-techniek waarbij je eigenlijk gebruik maakt van 25 minuten werken. En dan gaat er een timer af en dan heb je 5 minuten pauze. Als die pauze voorbij is, gaat de timer weer en dan ga je weer 25 minuten werken. Waarom dat zo goed werkt, is omdat het eigenlijk een beetje meeneemt en incalculeert dat onze aandachtsspanne niet zo groot is. Bijvoorbeeld bij mij, ik ben ook gediagnosticeerd met ADHD in september. Dat helpt ook niet mee. Dat helpt ook niet mee. Toen bleek dat ik een soort extra hindernisbaantje had in mijn niet-neurotypische brein. Ik heb een aandachtsspanne van 20 minuten. Dus daar moet ik rekening mee houden. Dat is mijn gebruikershandleiding. Andere mensen die hebben een veel langere. En misschien hebben andere mensen zelfs weer een kortere. Maar je moet op zoek naar wat er voor jou werkt. En dat geldt met balans vinden, geldt dat dus ook. Wat zijn jouw piekmomenten dat het werkt om ergens aan te werken? Wanneer weet je, oké, ik heb te veel gedaan. Wanneer weet je, oké, ik moet nu inderdaad even doorzetten. Want het resultaat is het dan waard. Ja, dat is een beetje passen en meten. En ja, we zijn natuurlijk allemaal bang om fouten te maken. Dus we willen het in één keer goed doen, maar ja, dat kan niet. Ja, want als ik het praktisch zie, dan is het... wat je net zegt over die scriptie, ik heb nog geen scriptie, maar stel dat het een verslag is, dan is het luisteren naar jezelf. Dus dan is het eerste, oké, heb ik hier energie voor op dit moment? Ben ik niet helemaal kapot? Ik heb ook wel vaak dat ik gewoon doorwerk terwijl ik kapot ben, want het moet maar gedaan. Ja. Dan is het even doorbikkelen, want het moet wel af, want er is een deadline. Ja. Wanneer komt dat loslaten dan? Nou, als het goed is, als het af is. Of in ieder geval, dan niet eens per se als het af is. Maar als het goed is, leer je, of hoop ik, dat als je dan inderdaad er wat aan gedaan hebt, dat je dan op het moment dat je stopt denkt, oké, ga ik nu even wat anders doen. En ik weet dat dat super moeilijk is. Want je vindt dan eigenlijk, je hebt een soort innerlijke drillsergeant die dan vindt dat je verder nog moet. Het moet beter, het moet langer. En moet je dat niet nog doen? Ja. En je kan eigenlijk best wel door. Nou, die drillsergeant moet gewoon stil zijn af en toe. Maar die wordt stiller door dus inderdaad hem af en toe dus te negeren. Van nou, hallo, ik heb 2,5 uur gewerkt aan die scriptie. Ik heb, weet ik veel, 1500 woorden geschreven en mijn APA-lijst gemaakt. Ik vind het wel even best. Je bent ook maar goed vinden wat je dan op dat moment hebt gedaan. Ja, precies. Want maar dat is ook weer, dat zit ook weer toch een soortje aan zelfliefde. Van ik vind het goed genoeg wat ik doe. Nou, zeker. En dan werd ik ook door getriggerd door iets aan het begin van ons gesprek. Ik zeg tegen studenten ook wel eens van, ja, maar weet je wel dat je ook gewoon nu al helemaal goed bent zoals je bent? En dan kijken ze me echt aan van, jij bent echt helemaal knettergek. Wat zeg je nou? Ik heb dit en dit en dit. Maar ik zeg dat ook meer tegen de mensen om me heen. Ja. Van, ook bijvoorbeeld wat ik laatst tegen mijn zus zei van, zeg maar, je bent niet nodig, je bent gewild. Ik heb jou niet per se nodig, ik wil jou gewoon in mijn leven. Ja, omdat ik jou gewoon een fijne persoon vind. Ja. Dat leidt er ook een beetje op. En ook van, je bent al goed zoals je bent. Wel voor ik denk, ja, twintigers. Ja. Is gewoon ver, maar ik moet dit nog doen en kan dat nog niet. En ik heb dit nog niet onder controle. Ja, terwijl, nou ja, zeg maar, ik probeer dat af en toe echt. En zeker tegen degene die dus vinden dat ze per se hun studienominaal moeten halen. Dat ze per se geen studievertraging moeten. Oh hemel, ik heb een keer een herkansing, zie je wel. Weet je wel dat als je nooit meer een studiepunt zou halen in je leven, dat je gewoon nog steeds gewoon een super prima en leuk en belangrijk mens bent? Maar dat koppelt de maatschappij voor mijn gevoel niet op die manier dat dat gewoon oké is. Ja, maar misschien heeft de maatschappij dan ook niet per se gelijk. Maar dat is wel wat we constant... Precies, en daarom is het dus goed als iemand anders dus af en toe tegen jou zegt, ho, wacht eens even. Je bent nu een soort van je belangrijkheid en je validiteit als persoon ben jij nu aan het hangen aan al deze vakjes die je voor je gevoel moet afvinken. En dat je die vakjes af wil vinken, en daar zit natuurlijk ook een maatschappelijk dingetje wel in, dat is prima. Maar weet je wel dat ook als al die dingen niet zouden lukken, dat je gewoon nog steeds helemaal oké zou zijn? Maar als iemand dat tegen jou zegt, denk jij dan ook niet van, wat zeg je nou? Nee. En dat is dus inderdaad natuurlijk eigenlijk de kern ook van wat ik schrijf in Je moet bijna niks. En natuurlijk, het ene moment vind ik dat ook moeilijker dan het andere moment. Maar ik moet echt niks. Het enige wat ik voor mijn gevoel moet doen, is een baan hebben zodat ik mijn hypotheek zou kunnen betalen. En een goed mens zijn. Dat zijn mijn enige twee vereisten in het leven. Alle andere dingen die ik wil doen, prima, mag je doen.
maar het moet niet. Dus als iemand tegen mij zegt van, hey, je bent zo al helemaal goed, dan zeg ik ja, dat klopt. Ook als ik nooit meer, Michelle, als ik nooit meer een letter op papier zou zetten, als ik nooit meer zo'n leuk gesprek met iemand zoals jij zou hebben die zegt van, hey, mijn boek, je boek was voor mij fijn. Ook als dat nooit meer zou gebeuren, mag ik er nog steeds zijn? En mag ik nog steeds gewoon mijn leven leven? Ben ik nog steeds oké? Je ziet hoeveel weerstand ik tegen je heb. Ja, ik merk het ook bij mezelf. Ik denk, oh, het ontvangen is zo moeilijk. En ik weet waar dat zit bij mij. Ik weet dat ik zoiets heb van, ik accepteer mezelf nog niet genoeg. Ik ben nog te streverig van, oh, het is niet goed genoeg en het moet beter. Want je mag nog steeds al die dingen doen, hè? En ik ben nog steeds een student. Ik leer nog. Ja. En dat af en toe van, ik moet nog leren. Ik ben er nog, nog niet. Ik ben er nog niet. Ik weet niet of dat de goede verwoording is. Maar ik mag nog fouten maken. Dat is oké. Daar zit ook een stukje, dat zit ook in balans. Mindfulness en zelfinzicht natuurlijk ook. Maar ik wilde het eigenlijk ook nog even hebben over meditatie. Want ik merk dus de laatste tijd dat ik heb dat dus gedaan. Ik weet niet of je de podcast van Gwen van Poorten kent, met z'n allen de podcast. Ik heb hem nog niet geluisterd. Maar wel van, we hebben waarschijnlijk wel van gehoord. Jij doet dus ook met z'n allen mediteren. Ja, en dat was zo'n maandchallenge en dan is dat op Instagram. En ik heb daar aan meegedaan, maar ik dacht, ik ben wel benieuwd hoe dat is. Dan ga je gewoon echt in de ochtend, voordat je dus dingen gaat doen, ga je dan even zitten en dan ga je mediteren. Nou, dat is me toch moeilijk als je hoofd 120 km per uur gaat, maar het was wel fijn. En ik merkte dat stilstaan, voordat je dingen gaat doen, dus je gaat je bed uit, je maakt een kopje thee en dan ga je dus zitten. En dan ga je dus 15 minuten ga je ademen. Want dat is eigenlijk wat het is, zitten en ademen. Ja. Dan kan je je gedachten even op orde brengen en dan begin je veel rustiger de dag. Ja. Dan als je wakker wordt, je telefoon pakt en boem, al die berichtjes en social media en dingen. En dan zie ik Tim Hofman weer voorbij komen met politiek en dingen. En dat is niet goed en dat is niet goed. En dan word ik helemaal opgefokt en dan sta ik zo mijn bed uit. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, want volgens mij heb ik niks over meditatie gelezen. Wel over mindfulness, maar niet over meditatie. Maar heb jij daar ervaring mee? Doe je daar iets mee? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb echt een takkenhekel aan meditatie, want ik kan dat dus ook niet zo goed. Maar wat ik op zich valt het wel mee. Alleen ik ben er dus achter gekomen dat ik ben heel goed met actieve meditatie. Geef mij een guided meditation, is prima. Zet mij in de yogazaal neer en laat me 90 minuten doen wat jij zegt. Helemaal top, kan ik allemaal. Want daarvan gaat mijn hoofd ook naar die rustigere stand. En inderdaad precies wat jij zegt, het ordenen van je gedachten. Maar passieve meditatie vind ik veel en veel moeilijker. Want ik heb precies wat jij hebt. Mijn hoofd denkt, en dat is gewoon niet heel erg makkelijk om dat aan te passen. Maar het is inderdaad ook een beetje een soort van hoe moeilijk je het voor jezelf maakt en hoe erg je het vindt dat je iets niet goed kan. Maar je kan het ook niet fouten. En ze zeggen ook, precies, je kan het niet fouten. Met yoga zegt ze dat ook. En dan denk ik, en dat is zo contradictioneel tegenover ben je misschien helemaal niet gewend, maar het is natuurlijk hartstikke waar. Dus dat geldt voor mij natuurlijk net zo goed. Je kan er niet slecht in zijn. Alleen, het kost me dus in voor mijn gevoel moeite. En dan ga je dan natuurlijk allemaal van die waardeoordelen voor jezelf aanplakken. Maar wat ik doe, en technisch gezien, vind ik dat dus ook meditatie. 'S ochtends maak ik een kopje thee en ik ga op de bank zitten. Zonder telefoon, zonder dingen. En ik ga gewoon zitten, mijn thee opdrinken en een beetje om me heen kijken. Nou, ik vind het dus meditatie, omdat het dus precies is wat een meditatieoefening ook kan zijn. Zitten, je gedachten observeren en even gewoon daar niet zoveel mee doen. Maar dat is ook, ik denk dat echt, het hoeft niet eens te mediteren te zijn, maar als je kijkt naar de poll en dat 93% zijn telefoon nooit uitzet, kan ik me niet voorstellen dat die mensen wel zonder telefoon een koffie aan het drinken zijn op de bank in hun eentje. En ik heb dat dus, want ik had de podcast ook geluisterd van Thijs Lindhout, weet niet of je die kent. Ja, fantastisch. Maar die zei ook, ik daag je uit om gewoon 10 minuten per dag niks te doen. Ja, maar gewoon zeker op je bed te liggen, op de bank zitten, gewoon voor je uitstaren en dan gewoon niks, 10 minuten lang. En ik kan me niet, zoveel mensen doen dat niet. Nee, maar het is ook, ik denk, en dat is iets wat ook wel meespeelt daarin. Oh, maar wat je tegen kunt komen als je even stil zit bij jezelf. Dat is natuurlijk niet voor niks en je moet bijna niks. Dat ik gewoon elke keer jankend naar yoga ging en terugkwam. Maar dan ga je voelen. Precies. Ja. En dat kan ook heel erg confronterend zijn. Ik merk ook dat ik af en toe dus een Netflix-serie erbij pak, omdat ik eigenlijk denk, ik weet dat er iets zit. Ja, maar precies. Ik wil er even niet bij op dit moment. Het is gewoon niet, ik wil even ergens niet aan denken. Maar als je dus, dat voelen, dus het kan heel ook zijn dat er een soort van gevoel overheen komt van je denkt, oh nee, maar daar moet je dan doorheen. Eigenlijk wel. Dat is op zich uiteindelijk, weet je, je moet er hoe dan ook doorheen. Dus of je dat nou doet als, bij mij, dat ik kon er niet meer omheen. Het was gewoon, boef, hier is de muur.
loop er maar tegenaan. Het is de moeite waard om, om het aan te kijken. En dat gesprek heb ik natuurlijk ook heel vaak met studenten. Want er wordt gewoon heel veel weggestopt. En naar beneden en opgekropt. En dan zeg ik ook van maar het is echt een beetje als een soort voedselvergiftiging. Van het moet eruit. Anders dan raak je het niet kwijt. En hoe meer je het naar beneden duwt, het komt hoe dan ook dan wel aan de zijkanten naar boven. En wie weet ook wel op een manier die nog minder handig is voor jou dan dat dit nu is. Ja, elke keer even wat voelen, dat is veel beter dan in één keer die klap krijgen. Ja, het is ook wel leerzaam om die klap te krijgen. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ja, voor sommige mensen is dat ook inderdaad juist het moment dat je leert van, hey, wacht even, die hele wereld in mezelf waar ik misschien niet aan wilde, daar moet ik toch iets mee. Ik heb eigenlijk nog een laatste vraag. Jij hebt dat boek geschreven. Ik heb het hier staan. Hij valt bijna uit elkaar van ellende, omdat ik hem zo vaak heb bijgepakt. Ik heb zelfs dingen gemarkeerd erin. Dus ik pak hem er af en toe bij. Het is een beetje mijn kompas. Ik vraag me af, heb je dat boek geschreven? Je hebt ook nog een ander boek geschreven, Dingen Anders Doen. En het lijkt alsof je heel goed doorhebt wat er allemaal gebeurt en wat je daaraan kan doen. Maar loop je dan ook niet meer tegen zulke dingen aan? Want je hebt een soort van hele levensles voor jezelf, compact. Maar hoe gaat dat dan nu? Is het dan voor altijd, gaat het nu goed altijd met dit soort dingen? Tuurlijk. Ik ben helemaal af. Ja, maar want dat is wel... toch? Want je bent dan wel een soort van expert erover. Maar hoe? Nou, ik denk... je loopt gewoon tegen hele andere dingen aan nu. Ik loop in mijn leeftijdscategorie gewoon weer tegen hele nieuwe en andere dingen aan. En... Er zijn dingen uit zowel Je moet bijna niks, boek 1, en Dingen anders doen, boek 2, die voor mij echt geen issues meer zijn. Dus inderdaad, dat gevoel van, ik mag ook als ik nooit meer iets nuttigs doe, mag ik nog steeds bestaan. Ook als ik allerlei hele slechte gewoontes heb, mag ik ook nog steeds bestaan. Mijn productieve werkmethodes, goed voor mezelf zorgmethodes, dat zit er allemaal best wel goed in. Maar het is natuurlijk een illusie om te denken dat ik nooit meer tegen iets aan... Ik heb ook bijvoorbeeld daarin staan van je zou mij nooit horen zeggen dat ik nooit meer overspannen word. Dat kan ik gewoon niet zeggen. Want wat er nu gebeurt ook natuurlijk met thuiswerken. Stel ik word nog eens een keer moeder en ik heb een gezin wat ik tegelijkertijd probeer te fixen met boeken schrijven en werken. Je zou mij niet horen zeggen dat het mij nooit meer overkomt. Maar wel, er verandert iets in je identiteit en er verandert iets in wat je belangrijk vindt, maar ook wat je toch een beetje los gaat laten. En die shifts, en ook dus hoe je je bijvoorbeeld verhoudt naar je werk, hoe je je verhoudt naar je partner, hoe je je verhoudt naar je vriendinnen, dat soort dingen veranderen allemaal. En ik merk dan dat ik bijvoorbeeld dat dus soms lastig vind. Want ik vond mijn 20er zelf ook heel leuk. Dus wat neem ik mee van haar en wat moet ik een beetje loslaten om bijvoorbeeld een gezin te kunnen stichten at some point. Snap je? Dus een beetje dat soort shifts ontstaan. Kijk je daar nu op terug en denk je er dan... Want ik heb ook veel gelezen dat je ook wel echt cringe van je jongen zelf. En ik heb dat ook niet voelt. Ja. Met mijn 15-jarige zelf, dan denk ik, Maar heb je ook zoiets dat je denkt, ik mis dat af en toe ook wel die tijd dat het nog zo was? Ik mis een bepaald soort... want ik ben dus ook bang om oud te worden. Ik merk ook dat ik denk van, ik had dat dus niet. Dat is dus, ik zeg maar, want dat is echt zo. Studententijd, beste tijd van je leven. Everybody fucking echt lying. Bullshit. Dus echt, everybody lying to you. Die jingle ook inderdaad. Dat wordt zo vaak gezegd. Nu sowieso niet, maar... Nee, zeker niet. Maar dat is echt, gelukkig is dat echt niet zo. Het kan allemaal nog zoveel leuker en chiller en ruimer en vrijer. Het kan allemaal echt nog veel mooier. Dus, en dat gevoel heb ik eigenlijk heel lang, heel de tijd gehad. En dat heb ik nu eigenlijk nog steeds wel. Want ik kijk ook heel erg uit naar mijn kick-ass thuiswerkkantoor in mijn nieuwe huis. En ik heb gewoon de allerleukste vriend in de geschiedenis. Dus dat maakt het gewoon heel Vincent leuk. Vincent uit Den Haag? Vincent uit Den Haag, ja. Nog steeds? Ja hoor. Wat goed dat het ook nog een succesverhaal is. Ja, zeker. Ja, wat fijn. Ja, en dat is gewoon denk ik de luxe. Ik word elke dag als ik hem zie, word ik gewoon nog blij. Dat is gewoon zo, weet je wel, tuurlijk. Het is niet echt seks en rock'n'roll. Seks en drugs en rock'n'roll natuurlijk na een jaar bij elkaar. Want hij is nu mijn thuiswerkcollega. We zitten al een jaar op elkaars lip in ons appartement. Maar op een gegeven moment is dat ook wel oké. Het is heerlijk. Ook als je op een gegeven moment die leeftijd, dan wil je ook niet meer constant rennen, heb ik het idee. En het is gewoon de leukste persoon voor mij om elke dag mee wakker te worden en mee naar bed te gaan. Ja, dus dat is helemaal top. Maar goed, dit was niet het punt. Waar ging ik nou naartoe? Hoe, ja,
of je nu op jezelf terugkijkt, op je jongens en dat af en toe mist en hoe je daar dan nu op terugkijkt. Nou ja, ik zeg maar, een stukje vrijheid zal ik altijd willen. Dus dat stukje vrijheid wil ik meenemen. En dat ik dus, ik ben in principe niet bang om ouder te worden, omdat het allemaal leuker is. Maar ik ga nu wel een stukje extra verantwoordelijkheden aan. Want weet je, ja, bedoel, een hypotheek en al dat soort dingen. Ja, ik ben 32, dus toen iedereen paniekerig deed over hun 30, dacht ik, waar hebben jullie het over? Maar ik word nu 33 en het is niet zozeer het getalletje, maar het is het fasestukje van inderdaad de hypotheek en een verhuizen naar een nieuwe plek waar ik niks ken en waar niet om op elke tweede hoek een soort koffietentje zit waar ik naartoe kan lopen. Weet je, het zijn gewoon een beetje dat soort dingetjes. Maar goed, het zijn allemaal... Ja, champagne problems noem ik dat altijd. Omdat ik kies ook met heel veel convictie juist ook voor die dingen. Alleen ik vind het is nieuw, dus het is daardoor een beetje spannend. Maar ook wel fijn dat elke leeftijdscategorie of fase weer nieuwe stappen met zich meebrengt. Want ik leer er ook mega veel weer van over mezelf. En dat was een tijdje, met je moet bijna niks en dingen anders doen. Natuurlijk, je leert altijd. En ik geloof ook echt dat je leert zonder dat je er super heftig mee bezig bent. Want ik heb fases dat ik dus heel erg inderdaad in de zelf veel bezig ben. En nadenken over zelfontwikkeling. Zijn ook fases dat ik gewoon alleen maar even gewoon, weet ik veel, RuPaul's Drag Race 10 keer achter elkaar kijk en ga borrelen. Kan allebei. Maar ook in die fases leer je ook. Want er zijn onbewust ook altijd allerlei processen gaande. Dus ik vind deze fase ook juist wel weer heel leuk, want ik leer er gewoon van alles over weer. Ja. Ik denk dat we hem zo mooi kunnen afsluiten eigenlijk. Zeker. Ik vond dat een hele mooie eindconclusie. Fijn. Maar ja, ik ga toch een vraag. Heb jij nog iets wat je mee wil geven aan onze luisteraars? Want je begon net al meteen van oké, in de camera. Maar daar is een podium voor. Nou, ja, jullie doen het supergoed. Ook al vind je van jezelf dat het niet zo is. Ik spreek per jaar ongeveer... Ik doe ongeveer 1000 gesprekken per jaar met studenten op de Hogeschool Rotterdam. En wat ik vooral heel veel zie is hele hoge eisen. Vinden dat je alles moet doen. En vinden dat je zowel bijvoorbeeld je studie perfect moet lopen. Als thuis ook allerlei zorgdingen moet doen. Als studentenvereniging dingen. Je moet eigenlijk voor je gevoel moet je alles. Nou, dat is dus niet zo. Er is inderdaad iets heel moois te zeggen om te proberen om alles in één keer goed te doen, zodat je niet later nog bijvoorbeeld een herkansing hebt of zo. Maar soms mag je echt even gewoon kijken naar wat er nu is en je kunt het niet fout doen. Je maakt altijd een beslissing met de kennis en kunde die je op dat moment hebt. En je doet altijd, op dit moment doe je het beste wat je nu in je macht hebt. Dus wees daarin ook mild voor jezelf, dat op het moment dat het nu even niet lukt, dan doe je het nu even niet. En op het moment dat je nu even iets misschien minder handig aanpakt voor je gevoel, je doet het nog steeds op de beste manier die je op dit moment in je hebt. Dus vertrouw dat nou maar. En er is niks het einde van de wereld. Die gemiste stage niet, die onvoldoende niet, corona niet. Niks is het einde van de wereld. Het enige einde van de wereld is het einde van de wereld. En de rest is allemaal nog op te lossen. Dat moeten we echt aannemen. Ja. Jongens, koop het boek, ga het boek lezen. Ga ook het andere boek lezen als je dingen anders doet. Daar ben ik heb het nu niet bij me. Dat is eigenlijk wel jammer. Had ik het zo in de lucht. Oh ja, ik had het ook mee kunnen. Maar goed, ja, ik had het wel graag. Ik had het ook graag lezen na dat boek. Maar je moet bijna niks. Ik heb het hier. Koop het, ga het lezen. Ga Lianne's blog lezen. Maar ook volg HVA Campus Creators op Instagram. Want we doen nog meer polls. Dus we gaan nog meer vragen stellen. We gaan nog meer gasten uitnodigen. Het wordt heel erg leuk. Dus zorg dat je daar ook onderdeel van bent. En stel je vragen via onze Instagram. Bedankt allemaal voor het luisteren. Bedankt Lianne dat je hier te gast wilde zijn. Dankjewel voor dat ik hier mocht zijn, Michelle. Dankjewel. Ja, graag gedaan natuurlijk. En tot de volgende keer.